Welkom iedereen. Dit is een lezing georganiseerd door Students for Stateless Society in samenwerking met KVHB Gent. Ik ben de president van het KVHB. Niet dat wij libertariërs zijn of zo, maar wij werken graag samen met een vereniging zoals S4S6. Omdat wij wel pluralistisch zijn en iemand als meneer Heenen een woord willen geven aan de universiteit. En wij dus zeker wel samenwerken om zo iemand uit te nodigen. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat wij een gratis vat geven. S4S6 heeft een gratis vat. In onze verbondsbar. Het is hier op 215 meter van. Iedereen is welkom na afloop van de lezing om na te praten. Meneer Heene komt ook mee, dus... Moet je daar een studentenkaart voor hebben? Nee, iedereen is welkom. Groene pet is genoemd. We zullen samen aan de uitgang van de plantijn en in groep naar ons verbondshuis gaan. Dus iedereen die mee wil is welkom. Ja, dus goedenavond iedereen. En welkom op de openingsactiviteit van S4S6 UGent. S4S6 staat voor Students for a Stateless Society en wij zijn dus een los verband van voornamelijk jonge mensen die voorstander zijn van de stateloze maatschappij. Wij dragen onze boodschap uit via lezingen en discussies en daarop is natuurlijk iedereen welkom. Onze volgende activiteit zal doorgaan binnen 2 weken en handelen over de vernietiging van het Russische Rijk door het communisme door Nicolaas gegeven. Yes. Meer info is beschikbaar op onze Facebookpagina. En op de PowerPoint-presentatie die daar straks liep. Deze lezing kon niet doorgaan zonder de bereidwillige samenwerking van het KVHB. Want al van bij het begin bleek namelijk dat onze locatie te klein zou worden door de massale opkomst voor enigenen. Het KVHB zorgde er dus voor dat wij vrij konden. Hopelijk heeft iedereen een plaatsje gekregen, we zijn nog maar vrij, dus dat is in orde. We zijn hier vandaag voor een uiteenzetting van Erik Heenen. Hij wordt wel eens omschreven als beleggingsactivist. En staat bekend om de groene pettenbeweging, waarmee hij menig aandeelhoudersvergadering van banken en andere financiële instellingen op stelt inzet. Om het met zijn eigen woorden te zeggen, ik doe dit voor mijn kinderen en kleinkinderen, omdat ik van mening ben dat er ook voor politici grenzen bestaan. In het dossier van de Nationale Bank van België wordt met de fundamenten van onze samenleving en ons rechtsbestel gespeeld. Als u hem wil steunen, in zijn strijd kan u hier vanavond na de lezing een groen petje kopen, dat is natuurlijk niet verplicht. Wat hij juist doet en wat de fundamentele problemen van onze economie zijn, zal hij u nu zelf vertellen. Graag een daverend applaus voor Erik Heenen. Ik ga er blijven zitten, want ik wist dat ik door straffe mannen was uitgenodigd. En je hebt dat er juist gehoord, ze gaan dus de volgende activiteit over de implosie van het Russische keizerrijk. Waar de keizer werd verdreven door de communisten. En ze hebben als spreker niemand anders dan de tsaar uitgenodigd. Dus, dat wordt zeker een evenement om bij aanwezig te zijn. Ik zie hier veel jonge mensen in de zaal. En het doet mij altijd plezier om mensen bij mij te hebben die de rekening zullen mogen gaan betalen. De mensen die de toekomst om zeer geholpen hebben. En dat is eigenlijk de kern van mijn strijd, denk ik, dat ik op een bepaald moment in mijn leven gezegd heb van jongens, het is stilaan genoeg geweest. België, in 1970 nog een van de 10 rijkste landen in de wereld, is nu eigenlijk een failliet koninkrijk geworden. Hè? Ik heb het gisteren nog gelezen in KNAK, als je de rekening houdt met de pensioenverplichtingen van de Belgische staat, dan is de staatsschuld vandaag bijna 600% van het bruto binnenlands product. 600% van het bruto binnenlands product. Ons land is niet alleen failliet op financieel vlak, het is ook failliet op het domein van zijn verplichtingen naar de toekomst toe. En we staan dus op een kruispunt in de geschiedenis. En de mensen van mijn generatie, er zijn er toch ook een paar, heb ik gezien in de zaal, dat zijn eigenlijk de gelukkigste mensen die ooit in de geschiedenis geleefd hebben. Want nooit in de geschiedenis hebben mensen zo lang en zo rijk geleefd als wij. Nooit in de geschiedenis zijn mensen zo beschermd geweest zoals wij. Toen ik jong was, en tot in het midden van de jaren 60, en het vroor in de winter, min 18 graden, en ik moest 's nachts naar het toilet,
En het was heel dringend. Maar dan moest ik nog naar buiten. En dan volg ik in de hof. Zo'n ding, een deur, een groen deur. Ik zie ze nog altijd voor mijn ogen. Dat is groen, een groene deur met zo'n gat in. En dan vond jij een plank met een gat in. En daar kon je dan doef, doef, doef doen. Hè. En dan is er eigenlijk op een paar jaren tijd ongelooflijk veranderd. En op een enkele jaren tijd zijn we eigenlijk van ja, allemaal heel gewone, brave mensen die heel hard moesten werken om de maand door te komen, zijn we geëvolueerd naar een maatschappij waar we eigenlijk van alles te veel hebben. En waar dan niemand nog gelukkig is. Hè. Want we hebben het ongelooflijk goed, maar niemand is nog content. En iedereen is het gewoon geraakt om altijd maar meer en meer en meer te krijgen. Ja, zo gaat het dan natuurlijk niet in de wereld. Hè. En het grote probleem is geweest natuurlijk dat België een van de rijkste landen in de wereld is geworden dankzij onze kolonie Congo. Dankzij de briljante visie van koning Leopold II. Ik mocht dat soms niet hardop zeggen, maar het is wel zo. Die man heeft dus met zijn eigen centen ervoor gezorgd dat België een van de rijkste landen in de wereld is kunnen worden. En dan zijn we op een bepaald moment in de geschiedenis zijn we dus gekanteld. Zijn we die rijkdom verloren, of is die bron van rijkdom verloren gegaan. En dan zijn er politici aan de macht gekomen die het nodig gevonden hebben om dat zo rap mogelijk door ramen en deuren buiten te smijten. En vanaf de jaren 70, eigenlijk al vanaf het midden van de jaren 60, als je dat bekijkt in functie van het goud, vanaf het midden van de jaren 60 zijn we eigenlijk serieus boven onze stand beginnen leven. Vanaf de jaren 70 is dat beginnen versnellen. En we hebben dus ondertussen meer dan 40 jaar heel zwaar boven onze stand geleefd. Maar wel op krediet. Nu, boven uw stand leven, voor de jonge mensen, dat is nooit niet goed. Je moet er altijd voor zorgen dat je niet meer uitgeeft dan dat je verdient. Maar als je gedurende 40 jaar boven uw stand gaat leven en zwaar boven uw stand gaat leven, en je gaat dat boven uw stand leven financieren met geleend geld, dan ben je op termijn gewoon sociaal zelfmoord aan het plegen. En we zijn vandaag vrij snel aan het evolueren en er zijn een heleboel zaken die vandaag in de wereld verkeerd lopen. En onze politici en centrale bankiers, die willen nu doen geloven dat zij dat recht gaan trekken door nog veel grotere fouten te maken. Nu, we zijn in deze financiële crisis verzeild geraakt. De crisis is trouwens nog maar net begonnen, maak u geen illusies. Hè. Dus we zitten nog altijd in de aanloopfase naar de echte crisis. Deze crisis is eigenlijk begonnen door het feit dat er in deze wereld veel te veel schulden gecreëerd geweest zijn. En dan is die bom ontploft. En wat hebben ze dan gedaan? Dan zijn ze nog veel meer schulden gaan creëren. Nu, iemand die gelooft dat je een probleem van te veel schulden kunt oplossen door nog veel meer schulden te maken, dat is dezelfde mens die gelooft dat als je een halve meter water in je kelder hebt staan, dat je die kelder droog krijgt door er water bij in te pompen. Ik kan u verzekeren, dat valt niet mee. Ik heb het ooit meegemaakt, water in de kelder, dat is niet plezant. Nu, een van de problemen de dag van vandaag is ook het feit dat we alles op veel te korte termijn bekijken. Dat zien we ook op de beurs. De beurs is een typisch lange termijn beleggingsinstrument. Maar als vandaag de meeste mensen die op de beurs bezig zijn, die kopen aandelen, en als dat binnen de 3 dagen niet gestegen is, dan begint het al wat lang te duren. En als dat na een jaar niet gestegen is, ja, dan zijn ze over ultralange termijn bezig. En als het na 7 jaar nog niet gebeurd is, ja, dan is het heel de geschiedenis al slecht geweest. Hè. Terwijl dat de geschiedenis juist bewijst dat het op de beurs gemiddeld 7 à 10 jaar duurt vooraleer dat iemand met visie gelijk krijgt. Hè. Lange termijn. En dat is ook een van de elementen waardoor dat de mensen zich vandaag totaal verkijken of miskijken op deze crisis. Hè. Die crisis is niet begonnen 5 jaar geleden. Die crisis is niet begonnen 10 of 20 jaar geleden. Nee, eigenlijk is deze crisis begonnen na de Eerste Wereldoorlog.
Dus voor de Eerste Wereldoorlog hebben we een heel lange periode gehad van muntstabiliteit. En als het over muntstabiliteit gaat of over centrale banken, moet je u altijd de vraag stellen, wat is eigenlijk de taak van een centrale bank? Nu, de kerntaak van een centrale bank is ervoor te zorgen dat uw geld zijn koopkracht bewaart. Dat is ook de essentie van sparen. En dat is dus ook een enorme fout die mensen vandaag de dag maken. Mensen vandaag die bekijken sparen niet meer zoals dat eigenlijk bedoeld was. Sparen is ervoor zorgen dat de middelen die je vandaag opzij zet, op het moment dat je ze nodig hebt, nog evenveel waard zijn als vandaag. Want anders heeft sparen geen zin. Maar sparen is voor de mensen nu geworden zoveel mogelijk geld verdienen met hun geld. En dan maak je een heel zware fout. Want op het moment dat je de essentie van sparen uit het oog verliest, gaat je fouten beginnen maken. En iemand die met geld fouten maakt, die gaat op het eind van de rit een zware rekening gepresenteerd krijgen. En dus tot 1914 hebben we een lange periode gehad van absolute muntstabiliteit. In 1850 was de frank evenveel waard als in 1914. En dan komt die wereldoorlog. En die zorgt natuurlijk voor enorm veel schade in onze contraien. Dan is de oorlog gedaan. En op dat moment krijg je een bittere strijd. Enerzijds de Nationale Bank van België, die op dat moment nog onafhankelijk is. En die zegt van kijk, we moeten terug naar het systeem dat zo dicht mogelijk aanleunt bij het systeem dat voor de oorlog invoegen was. En langs de andere kant had je politici en commerciële bankiers die heel goed gezien hadden van jongens, maar als wij dat willen realiseren, als we terug de zaken willen maken zoals ze waren voor de oorlog, de stabiliteit terug creëren, dat gaat misschien 30, 40 jaar duren. Vooraleer dat we die schade opgevangen hebben en dat we terug kunnen beginnen groeien. En exact dezelfde fout is er gemaakt met de creatie van de euro. En dat zou voor iedereen die de actualiteit een beetje volgt ondertussen toch wel duidelijk geworden moeten zijn. Dat men in 2000 met die euro begonnen is, terwijl men er eigenlijk nog niet klaar voor was. En wat is er gebeurd? Die Europese toppolitici, die wisten heel goed dat indien zij de juiste fundamenten wilden leggen om met die euro te beginnen, dat 30, 40 jaar van moeilijke en zware onderhandelingen zou vergen, vooraleer men in Europa de fiscaliteit en alle zaken die nodig zijn om de zaken eenvormig te maken, te realiseren. En wat hebben die gasten gedaan? Die hebben gezegd, ja, maar we gaan daarmee beginnen, hè. En dan gaan we in de loop der jaren gaan we links een crisis hebben, en daar een crisis, en hier nog een crisis. En op iedere moment dat er zich ergens een crisis voordoet, gaan we ervoor zorgen dat degene die een beetje buiten de lijnen gekleurd heeft, dat die zich terug invoegt. Maar die kerels hebben er natuurlijk geen rekening mee gehouden dat ze een paar jaar later met de grootste financiële crisis uit de geschiedenis van de mensheid zouden geconfronteerd worden. En dan zit je natuurlijk met een gigantisch probleem. Want dat betekent dat men nu die moeilijke fundamenten moet gaan leggen op een moment dat iedereen tot over zijn oren in de problemen zit. En dat gaat dus een onmogelijke taak worden. En die bankenunie en al die mooie verhaaltjes die je hoort, dat zijn allemaal zaken die heel mooi klinken, maar die volgens mij nooit realiseerbaar zijn. Je moet goed begrijpen, als je die bankenunie bekijkt, dan heb je alle landen dragen het toezicht en de controle over hun banken over aan de ECB. En de ECB wordt de autoriteit die erover gaat beslissen of die banken nog mogen actief blijven of een deuren moeten sluiten. Nu, niemand kan mij overtuigen dat bijvoorbeeld de Franse Republiek het toezicht over haar banken gaat overdragen aan een organisatie die zij niet volledig onder controle heeft. Maar laten we over één zaak duidelijk zijn. Geld
is macht. En geld controleert je via de banken. En dat zou dus betekenen dat landen als Frankrijk, die toch altijd een vrij goed zelfbeeld over zichzelf gehad hebben, de realiteit, hè, een beetje chauvinistisch van tijd tot tijd, dat die de controle over hun instellingen in handen gaan geven aan een instelling die zij niet 100% onder controle hebben. Dat volgens mij nooit gebeuren. Maar een tweede zaak, landen als Spanje en Portugal en Italië en weet ik veel, waar in de aanloop naar deze crisis heel zware fouten gemaakt zijn, ja, die mensen die die fouten gemaakt hebben, die zitten nog altijd op de plaats waar ze zaten toen ze die fouten maakten. Er zijn heel veel niet-koosjere dingen gebeurd. En als die mensen dus dat dingen allemaal in handen van de ECB gaan geven, dan hebben ze veel kans dat ze zichzelf in een bak gaan halen. Het zijn allemaal zaken die men vandaag gebruikt om de massa een beetje in beweging te houden. Zoals dat verhaaltje bij Arco, 800.000 venoten. En die gaan allemaal terugbetaald worden met belastinggeld. Dat is mooi, hè. Dat geld is weg. Maar ze gaan dat terugkrijgen. En dat is nu het mooie aan deze crisis. Nog nooit in de geschiedenis is er op een bepaald moment zoveel geld op één moment de lucht ingeblazen. En dan zijn ze geld beginnen drukken om dat verdwenen geld te vervangen. Dat is plezant, hè. Je hebt je geld staan bij een failliete bank. Die bank die is failliet. Je bent je geld kwijt. En de overheid die drukt vers geld om uw verdwenen geld te vervangen. Probleem opgelost, hè? Ah nee, dat probleem is niet opgelost. Want dat probleem wordt groter. Want dat probleem was er gekomen omdat er te veel geld was. En nu komt er nog geld bij om dat verdwenen geld te vervangen. Maar op dat moment begint dat verdwenen geld terug te komen. Want dat is hetgeen dat men aan het doen is. Dus die waardeloze obligaties, die waardeloze producten bij die banken, die beginnen langzaam maar zeker allemaal terug hun waarde terug te krijgen. Ja. Eigenlijk is men ons geld waardeloos aan het maken. En zoals ik er straks gezegd heb, is dat begonnen in België. Kunt je die datum heel juist bepalen op 27 september 1926. Op 27 september 1926 heeft onze Belgische koning, natuurlijk de Belgische regering, gouverneur Fernand Hautin geliquideerd. Dat is de enige gouverneur in de geschiedenis van de Nationale Bank die door de regering tijdens zijn mandaat opzij geschoven geweest is. Waarom? Omdat Fernand Hautin was echt een centrale bankier in hart en nieren, self-made man, opgeklommen van gewone bediende tot gouverneur van de Nationale Bank. En die besefte heel goed dat hetgeen dat de regering en de commerciële banken van plan waren, dat dat dus de waarde van de frank zou vernietigen. En heeft zich daar met hand en tand tegen verzet en is op een bepaald moment dus met een heel duidelijk plan naar voren gekomen om de problemen van de Belgische overheid op financieel vlak ongedaan te maken. En hij had de nodige financieringen rond. En op het moment dat alles rond was, dan is dus de gouverneur van de generale maatschappij, die is dan op bepaalde knopjes beginnen drukken, die is persoonlijk naar het buitenland gegaan om de geldschieters die gouverneur Hautin van de nodige fondsen wilde voorzien om België te laten herstarten, kan zeggen van kijk jongens, als je dat doet, maken wij u commercieel kapot. De generale maatschappij van België was nogal een orgaan met nogal wat macht. En eigenlijk konden die in België doen waar ze goesting voor hadden. Dus de generale maatschappij, die heeft dat natuurlijk niet uit zichzelf gedaan. Dat was dus in samenspraak met politici en commerciële bankiers. Die hebben dan gouverneur Hautin geliquideerd. En in zijn plaats hebben we dan gouverneur Louis Frank gekregen. En gouverneur Louis Frank, die had tot
totaal geen flauw benul van wat dat was, een centrale bank of monetair beleid. Dat was een zeevaartadvocaat. Een hele goeie trouwens, hè? Een Antwerpenaar. Hè? Mens gespecialiseerd in zeevaartrecht. Totaal geen flauw benul van monetaire zaken. Maar natuurlijk aangesteld door de koning. En als gouverneur van de Nationale Bank. Dus competent om alle nodige documenten te ondertekenen. Dus 27 september 26, Fernand Hautin wordt aan de deur gezet. Louis Frank komt in de plaats. En het eerste wat hem deed was een Belgisch frank met 85% devalueren. Dat kan al tellen, hè. Maar als je dan een voorzichtige spaarder geweest waart en een trouwe patriot die herstelleningen gekocht had van de Belgische staat, waren wel 85% van je spaarcenten kwijt, hè. En vanaf toen is het begonnen, hè. En vanaf toen is men eigenlijk iedere zware crisis beginnen oplossen op dezelfde manier, dus door bijkomend geld in het systeem te pompen. Hebben we een Tweede Wereldoorlog gekregen. Ondertussen hebben we in de jaren 30 hebben we, hè, ook een heel grote bankencrisis gehad. Waar de bank van de Boerenbond overkop geweest is. Waar de bank van de arbeid in Gent zijn kop gekost heeft. Waarom? Omdat de banken gespeculeerd hadden met geld van hun spaarders. Als gevolg daarvan, daar ben ik van overtuigd, krijg je op middellange termijn Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog wordt heel Europa plat gebombardeerd. Heel de industriële capaciteit van Japan wordt vernietigd. En blijft er nog één grootmacht over die in staat is om in de wereld met de vuist op tafel te kloppen. De Sovjet-Unie lag op dat moment op apengapen. Ze hadden wel een belangrijke rol gespeeld in de overwinning van dingen. Maar had meer met fanatisme te maken en propaganda en weet ik veel dan met financiële slagkracht. Want eigenlijk, financieel zag dat plaatje van de Sovjet-Unie er niet zo goed uit. De Tweede Wereldoorlog is gedaan. Dan komt Amerika als grootmacht op de proppen en in 1944, want ze bereiden zich altijd voor, hè, want hetgeen dat in de toekomst gaat gebeuren, wordt nu ook al heel netjes voorbereid. Je ziet dat heel goed in alle wetten die gemaakt worden en dergelijke, om het mogelijk te maken om beslag te leggen op spaargelden en op alle mogelijke bankrekeningen en op zelfs de inhoud van de koffers bij de bank en dergelijke meer. Wordt allemaal heel voorzichtig, zonder veel tamtam, wordt dat voorbereid. Bretton Woods, 1944, wordt de goud-dollar-standaard ingevoerd. Hè. En wat zeggen we? Een dollar wordt de wereldreservemunt. Hè. En de Amerikanen zeiden van, maar wij gaan dat serieus doen, hè, mensen. Iedereen die ooit ook maar twijfelt aan de capaciteit van een dollar, die mag altijd zijn dollars komen omzetten in goud. En dat is beloofd. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel goed, hè. En natuurlijk, heel de wereld is plat gebombardeerd en alleen de Amerikanen hebben daar nog echte top industriële capaciteit. De Amerikanen kunnen heel de wereld gaan bevoorraden met hun producten. Ze beginnen dan met een Marshallplan. Ze pompen een berg geld in Europa en in Japan en weet ik veel. Iedereen kan Amerikaanse producten beginnen kopen en Amerika wordt nog buiten een militaire grootmacht, een industriële grootmacht. En dat gaat gedurende een tiental jaren gaat dat goed. Amerikanen beginnen natuurlijk een heel klein beetje veel boven hun stand te leven. Iedereen die een beetje geschiedenis kent en houdt van mooie auto's en oude films en weet ik veel, je ziet die grote Amerikaanse sleeën uit die tijd. Hè. Er waren bijna vliegdekschepen waar dat ze dan mee rondreden. Hè. Dat verbruikte wel 30, 40 liter benzine, maar dat trok niemand zich iets van aan. Want ze hadden toch geld genoeg en the sky was the limit. The American dream was daar en dat ging allemaal wel dik in orde komen. En dan beginnen ze zich verder te springen dan hun stok lang was. De oorlog in Vietnam en weet ik veel. En eind van de jaren 50 begint die motor te sputteren.
En dan hebben ze nog een jaar of 10 aangemodderd, hebben de London Gold Pool gehad, waar dat ze met alle middelen en verenigde krachten geprobeerd hebben om die goudprijs te manipuleren. Daar zijn ook heel mooie boeken over geschreven trouwens. Tot 15 augustus 1971, president Nixon aankondigt van mensen, zeg maar nu is dat gedaan, hè, met die flauwekul, onze dollar, dat is beter dan goud. Hè. En we gaan dat goud niet meer leveren als iemand zijn omwisseling vraagt. We gaan nu alleen verder doen met die dollars. Totaal bij verrassing. En wat zien we? Wij hebben dat geslikt. De Europeanen, de Japanners, heel de wereld heeft dat geslikt. En vanaf toen was natuurlijk het hek helemaal van de dam. Ik zeg altijd tegen de mensen, op dat moment in de geschiedenis, 15 augustus 1971... hebben ze de poorten van de monetaire hel opengezet. We hebben nog één moment gehad dat men dacht van, we gaan het misschien toch nog in orde komen. En dat was dankzij de gouverneur of de voorzitter van de centrale bank in Amerika, Paul Volcker, die dus op een bepaald moment door interesten op te trekken richting 20% de inflatie de nek omgevrongen had. En had men dus dat beleid volgehouden, dan had het eventueel nog wel goed kunnen komen. Maar dat is altijd zo, en zeker met politiekers, het begint dan wat beter te gaan. En dan zeggen ze niet van, kom, maar nu gaan we eerst hard werken om die schulden terug te betalen, hè, en dan gaan we terug boven onze stand leven. Nee, maar kom, we moeten die schulden niet terugbetalen, zie dus welke groei, en weet ik veel, en we waren vertrokken. En dan kwam regen, en toen was het hek helemaal van de dam. En vanaf toen, en je moet dat maar eens gaan bekijken, vanaf toen zijn ze dus iedere crisis die zich voordeed, op dezelfde manier beginnen oplossen. Ongelooflijk veel is de liquiditeit in de markt gepompt. De grote crash van 1987, 19 oktober 1987, ik heb het live meegemaakt, het was verschrikkelijk. De grootste beursdaling uit de geschiedenis in één dag. Nog nooit gebeurd. Normaal gezien zou dat vroeger geleid hebben tot een recessie van 7, 8 jaar, minimum. Het heeft toen een paar maanden geduurd en we waren erdoor. In de jaren 90, de golfoorlogen, de Azië-crisis, Long Term Management Capital Fund, 2000, de crash van de dotcom-aandelen, 2001, de aanslagen van 11 september. Hè. Elke crisis werd opgelost op dezelfde manier, liquiditeiten in het systeem pompen. En dat werkte niet iedere keer. Maar dan gebeurt er iets heel eigenaardigs, want die liquiditeiten die beginnen zich natuurlijk ergens op te stapelen. En op den duur is er meer geld dan dat er kan belegd worden. Dat is nu toch tegenslag. Hè? Je zit dan met een berg geld en je kunt dat niet beleggen. Dan zeggen ze van, maar nu gaan we nieuwe dingen uitvinden waarin dat je dat overtollige geld wel kunt beleggen. Hè? CDO's en andere heel hoopgevende zaken. Hè? Heel veel dingen die zelfs eigenlijk totaal niet bestaan. Hè? Maar het wordt wel gecreëerd. Dan komt het. En ik herinner mij nog heel goed, hè, in een tijd, de eerste keer dat ik over die CDO's hoorde, was op een congres. En er kwam iemand vertellen over die CDO's en zo. En kwam er eruit van, kijk, we gaan in die CDS, dan gaan we 80% goede kwaliteit steken. Triple A's. Mannen, we zijn goed bezig, hè. En 20% een beetje minder goede kwaliteit. Maar 80% heel goed, 20% minder. Maar dan wil ik zeggen dat die 100% heel goed is, hè. Ja, goed. Stak mijn hand omhoog, ik zeg, man. Ik zeg, als je nu zo'n heel een duur, een hele dure fles rode wijn hebt, dat mag ook witte zijn, hè? Van 12.000 euro voor een fles. Ik zeg, en je doet er één druppel azijn bij. Ik zeg, hoeveel is die fles dan nog waard? Niks niet meer, hè? Dan krijg je het niet meer verkocht, hè? Er is niemand die dat dan, daar nog veel geld voor wil betalen. Een fles goede wijn waar één druppel azijn in zit. Wat is dan het percentage? 0,000. Niemand moet dat nog hebben. En die prutsers die komen ons dan vertellen, 80% goede wijn en 20% brol. En dat is toch nog altijd goede wijn. En de mensen die slikten dat.
zijn trouwens nu weer vol een bak bezig. Hè. Men blijft vol een bak handelen in zaken die eigenlijk niet bestaan. Credit default swaps. Je kunt uw eigen verzekeren tegen het faillissement van de Italiaanse staat. Italië, 2300 miljard euro schuld. Dat is een klein beetje heel veel geld. Ja. Nu, als Italië niet meer in staat is om zijn schulden terug te betalen, hè, dan geef ik u op een briefje dat er in deze wereld geen enkele commerciële instelling in staat is om die verplichtingen van de Italiaanse staat over te nemen. Dat is dus een instrument dat niet bestaat. Dat is puur virtueel. Maar er wordt wel elke dag voor tientallen miljarden dollars ingehandeld. En dan heeft een bepaalde levensverzekeringinstelling of weet ik veel, die hebben dan een pak van die Italiaanse staatsobligaties in portefeuille en die hebben dan x aantal van die credit default swaps er tegenover gestaan. En dan de ene keer zijn die Italiaanse staatsobligaties van superkwaliteit, want ze zijn verzekerd tegen een eventueel faillissement van de Italiaanse staat. Het zijn natuurlijk dingen die niet opgaan. En zo gaan we dus eigenlijk, en ik blijf dat vertellen, ik heb dat ook in dat interview op kanaal Z gezegd, hè. We zitten dus in een situatie waar dat men ons probeert wijs te maken dat men een crisis, zoals men ze nog nooit gezien heeft in de geschiedenis, dat men een crisis van deze omvang gaat oplossen door dezelfde fouten te maken als die deze crisis hebben doen ontstaan. Maar dan op een schaal die voor niemand nog te begrijpen valt. Ja, want je moet eerlijk zijn, als je dus kijkt, ik denk dat ik dat in het interview op kanaal Z ook gezegd heb, als je dus kijkt dat de totale wereldhandel vorig jaar ongeveer 70.000 miljard dollar bedroeg, en dat er op dit moment in de geschiedenis voor ongeveer 1 miljoen miljard dollar derivaten bestaan, ja, de schattingen, ik probeer altijd naar de onderkant van de vork te gaan om niet geconfronteerd te worden met dingen van, ja, nu zij dan te overdrijven, hè. Maar ik vind 1 miljoen miljard dollar ten overstaan van 70.000 miljard dollar wereldhandel totaal op een jaar, dan vind ik 1 miljoen miljard dollar al eerlijk gezegd genoeg. En een maand geleden was ik op een grote conferentie bij de Nederlandse Bank in Amsterdam. En een grote professor, en er zullen hier in Gent ook wel heel grote professors zijn, zeggen, die kwam daar dus met hand en tand uitleggen en verdedigen dat we deze crisis moesten oplossen door de banken aan te zetten van nog meer geld te creëren uit het niets. Hè. Want men creëert dus geld uit het niets. Men drukt, en men is, eigenlijk is men dus, denk ik, dit aan doen. Hè. Men drukt en men blijft drukken. En op de duur gaat dat geld dus nog minder waard zijn dan een vel van dat papier. Ik ga er zelfs een heel mooi voorbeeld van laten zien. Hè. Nu, dat kan dus niet. Hè. Kan dus niet. Hè. Als jij geld drukt, moet daar iets tegenover staan. Dat is trouwens een van de basiswetten van een centrale bank. Een centrale bank mag nooit geld drukken tenzij tegen onderpand van de hoogste kwaliteit. Van het moment dat een centrale bank geld begint te drukken tegen onderpand van twijfelachtige kwaliteit, zijt je er geschiedkundig 100% zeker van dat je aan het eind van de rit met waardeloos geld gaat overblijven. Ander belangrijk element voor centrale banken, absolute noodzaak, is dat een centrale bank 100% onafhankelijk is van de politiek. We hebben straks gezegd, in september 1926 hebben ze onze laatste onafhankelijke gouverneur van de Nationale Bank geliquideerd en een marionet in de plaats gezet. Nu, die mannen die dat er nu zitten, dat zijn dus geen marionetten meer, dat zijn van die drones, hè. Die worden gewoon telen geleid. Je moet er zelfs niet meer aan de touwtjes trekken. Er wordt van op afstand op de knopjes gedrukt en die mannen die gaan recht dingen. En we hebben dat vorig jaar gezien. Hè? Die Rupo had moeite
in 2012 om de begroting rond te krijgen. Ja, je zou natuurlijk verminder moeite hebben. Hè. Iets dat je niet nooit in orde gaat krijgen, toch proberen in orde te krijgen, dan moet je eens proberen. Hè. Maar die Rupo, die kan dat. Met de hulp van de Nationale Bank. Hè. Terwijl de heel de wereld ervan uitging dat we in een nieuwe recessie zaten en dat economische groei negatief zou zijn. En het IMF kwam met een rapport, en de OESO kwam met een rapport, en allerlei organisaties over heel de wereld kwamen met rapporten. De Duitse overheid en weer Fransen, zelfs Frankrijk, hé, komen met rapporten van jongens, economie gaat krimpen. En tot op dat moment was de Nationale Bank van België ook heel duidelijk geweest in de cijfers, hè, min 0,1%. En de ene keer, ik denk een 12 juni, het zal waarschijnlijk Pinksteren geweest zijn. Hè? De Heilige Geest die daalde neer over het hoofd van de gouverneur van de Nationale Bank. En hij zei, boom, wat hè? Bin 0,1 plus 0,6 zetem. Boef. En die Rupo zei van, oh, nu lukt het wel. Voilà. En die Rupo ging op verlof en hij zegt, wij hebben het gedaan. Hè? Hij heeft dan een prachtige speech gegeven, waarin dat hij zijn eigen zelf flink in de bloemetjes gezet heeft. En hij was vertrokken. En twee maanden later was van, oei, oei. Het zal niet min 0,1 zijn, het zal niet plus 0,6 zijn, het zal min 0,3 worden. En patat. En zo wordt er met ons voeten gespeeld en worden er verhaaltjes verteld die ja, tot ongelukken gaan leiden. En dat ongeluk dat kan ik heel mooi voorstellen. Duitsland was natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog de grote verliezer. Want ze hadden niet alleen enorm veel middelen en menselijk kapitaal verloren in die oorlog, ze hadden daarboven die oorlog ook nog eens verloren. Hè? Dus als jij heel veel geld en mensen verloren hebt, maar je wint een oorlog, ja, dan kunnen natuurlijk degene die verloren heeft even met zijn voeten gaan spelen. Dat hebben ze dan ook geprobeerd. Hè? Ze hebben de Duitsers onmogelijke voorwaarden opgelegd. Hè? Ze wouden eens even laten zien en dingen. En dan heb je in Duitsland die periode gekregen van hyperinflatie. 1923. Maar om een voorbeeld te geven, ik heb hier een biljet van 100 mark. En daar staat een datum op, 1 november 1920. 100 mark. En op dat moment kostte een brood in Duitsland, een brood van 1 kilo, 1,2 mark. En dat was eigenlijk al 4 keren meer dan voor de Eerste Wereldoorlog. Dus op een periode van, hè, als je broodprijs als inflatiemeetinstrument bekijkt, voor de Eerste Wereldoorlog en dan, ja, en dan 1920, was een broodprijs maal 4 gegaan. Het tweede biljet dat ik hier heb is 15 december 1922. Hè, dus dat is ongeveer 2 jaar later. En dat is een biljet van 2 miljoen mark. En op dat moment kostte 1 brood 700 mark. Zie je het gebeuren? Van 1,2 mark naar 700 mark. Op 9 augustus 1923... Wacht, er is de knoop tussenuit gevallen. Ik heb een verkeerd ding. Dus, dat is een biljet van 500 miljoen mark. Dat was het ding van 700 mark toen. Dat biljet van 2 miljoen mark op 9 augustus 1923, toen kostte een brood al 100.000 mark. Ja. En dan heb ik hier een heel schoontje, en dus van de Rijksbank, hè, de Deutsche Rijksbanknoten. En dat is een biljet van 1 miljard mark. 1 miljard mark. Maar dat hadden ze hun eigen makkelijk gemaakt, want dat was een biljet dat eigenlijk een jaar van op voorhand gedrukt was. Het was een biljet van 1000 mark. En dan hebben ze dan maar 1 miljard mark overgedrukt. Hè, in het rood. En dan wordt het nog plezanter. 15 oktober 1923. 200 miljard mark. Hey, dat zijn wel dingen. Hè. En 1 brood kostte toen 670 miljoen mark. Dat begint al te moeite te worden. Hè. En dat is dan... Het eind van het verhaal, 5 november 1923, een biljet van 1000 miljard mark en toen kostte een brood 80 miljard. Dus toen kon je met 1000 miljard mark kon je 12 broden kopen. Hé, hey, je kunt al even van eten, hè. 12 broden en dan kregen ze nog 40 miljard terug, hè.
studenten. Als wij om 20 miljard euro moeten zoeken met de regering, dan hebben we eigenlijk geen probleem. Natuurlijk niet, we drukken dat, want maar zo lossen ze een maar voor de studenten heb ik goed nieuws. Een pint bier en in Duitsland zijn de halve liters gegeten. Dat was minder duur dan een brood. Een pint kostte toen 50 miljard mark. Maar om u maar te zeggen hoe snel dat het kan gaan. Hè? En het gebeurt dan op een manier. En je zegt van jongens, wat gebeurt er hier? En de mensen die niet op tijd reageren, die zitten als ratten in de val. Je kunt nergens niet meer naartoe. Hè? En dus het mooie aan het verhaal is dat voor de Eerste Wereldoorlog was ene goudmarkt gelijk aan ene papierenmarkt. Op het moment dat een boel ontplofte, 15 november 1923, toen zijn ze mee gestopt en zeiden van jongens, maar die nullen gaan we er nu maar op krijgen. Kostte een brood dus 80 miljard mark, een pint bier 50 miljard mark en toen zijn ze opnieuw begonnen. En hebben ze dus, ik geloof, 1000 miljard mark gelijkgesteld aan ene nieuwe markt. En op dat moment, we zijn dus aan het praten over 9 jaar verschil, hè, begin 1914, eind 1923. Op dat moment was in ene goudmark, die voor de Eerste Wereldoorlog één papieren markt was, was de ene goudmark meer dan 1000 miljard. Papieren marken. En dat is dus het grote probleem. Als afsluitertje heb ik hier nog een hele mooie. Van de reservebank van Zimbabwe. 100.000 miljard dollar. 100.000 miljard dollar. En dat is nog een splinternieuwe, hè? En dat wil dus zeggen dat op het moment dat dat papiertje gedrukt werd, het eigenlijk al niks meer waard was. En dan zijn er dus heel veel miljoenen van die biljetten zijn de wereld rondgegaan. En die kunnen dus nu kopen voor een paar euro. En het zijn schone biljetten, hè? Heel mooie prentjes. Maar heel dikwijls tegen de mensen, niet vergeten, dat papiergeld, dat zijn beloftebonnen van politici. En als die centrale bankiers hun plicht niet doen, ik heb het straks gezegd, centrale bankiers die zijn daar om de waarde van het geld te bewaken. Een Belgische frank is sinds 1914 99,97% van zijn waarde verloren. Dat wil dus zeggen dat onze centrale bankiers sinds 1914, als die vandaag hun rapport naar ons brengen, dan hebben die een recordscore van 0,03%. Ik denk dat er heel veel in de zaal hier thuis problemen gaan hebben als ze met een rapport van 0,03% thuiskomen. Maar dat is het rapport van onze centrale bankiers. En nu vragen die mensen om hen te blijven vertrouwen. Ja. Voor mij persoonlijk is dat een beetje te veel. En daarom zeg ik ook tegen de mensen, ja, wees voorzichtig. We gaan heel spannende tijden tegemoet. We gaan waarschijnlijk een van de boeiendste periodes uit de geschiedenis gaan beleven. Maar het zullen heel moeilijke periodes zijn. Zorg ervoor dat als je spaarcenten hebt en dergelijke, dat je dat niet allemaal kwijt bent op het moment dat je luchtballon uit elkaar klapt. En ze zijn aan het blazen, hè. Ik weet niet dat er vandaag, omdat er hier mensen zijn die zaterdag de Tijd gelezen hebben. In een Tijd van zaterdag stond een heel mooi artikel over het Engelse vastgoed. Hè. En nu weten we allemaal dat de monetaire crisis, de financiële crisis in Engeland, is eigenlijk in een stroomversnelling terechtgekomen op het moment dat Northern Rock kopken ondergegaan is. Hè. Waarom? Dat men in Engeland al jaren aan een stuk bezig was om die huizenprijzen op te pompen en op te kloppen, om kunstmatige groei te creëren en weet ik veel, en om al dat overtollig geld kwijt te geraken. En dan zijn ze om duur begonnen met hypotheekleningen op 80 jaar en weet ik veel, hè, om toch maar die prijzen van die huizen kunstmatig omhoog te pompen. Wel, de huizenprijzen in Londen zitten momenteel, ik denk, 50% boven het niveau van voor de crisis. Vorige maand zijn de huizenprijzen in Londen met 13% gestegen. 13% op een maand.
Dat zou er normaal gezien op 2 jaar moeten overdoen om zo'n ding. Dat is waanzin. 3 miljoen euro voor een appartementje met 2 slaapkamers, ja, daar zijn we in godsnaam mee bezig. Dat kan toch geen ene mens, gewone mens, nog betalen. Dus we zijn echt in absurde situaties terechtgekomen. En dat gaat dus fout aflopen. Hè. Men houdt zieke bedrijven kunstmatig overeind met geld dat ze niet hebben. Je moet het maar doen, hè. Dexia, dat is een gevaar waar ik al jaren tegen waarschuw. Dexia is iets, en daar ben ik van overtuigd, dat de Belgische staat meer dan 40 miljard euro gaat kosten aan het eind van de rit. Ja, 40 miljard euro, dan is het gedaan met België, hè. Het is daarom dat ze dat proberen allemaal op lange termijn. En ik zeg, als men dat gaat volhouden, dan is de kans heel groot dat men op het eind van de rit zijn geld nog gaat terugkrijgen. Of dat we, zoals de termen gezegd heeft, dat we er nog aan gaan verdienen. Ja. Misschien gaan we voor Dexia nog 100.000 miljard euro krijgen. Je ziet, en dat heb ik in dat interview ook gezegd. Hè. Dus, dat zijn ze aan het doen. Ze gaan ervoor zorgen dat iedereen krijgt wat hem recht op heeft. Hè. Je hebt de levensverzekering afgesloten. Je hebt een premie van 1 miljoen op het eind van de rit. Je gaat dat miljoen krijgen. Maar als een brood dan 80 miljard kost, heb je een probleem. Hè? Nu, mijn probleem is dat ik al heel veel jaren probeer om die belangrijke mensen ter verantwoording te roepen. Dat ik al heel veel jaren bezig ben met te zeggen van kijk jongens, maar dat is toch niet normaal dat die mannen hier 5, 6, 7, 8 miljoen euro... Of gelijk als Carlos Brito van InBev vorig of dit jaar was het zeker, hè, 100 en zoveel miljoen euro in zijn zak steekt en dingen, dat zijn er allemaal geen. Bij de Nationale Bank van België, hè, ik heb van NBB non-stop België bedriegen gemaakt, waar dat dus op een onwaarschijnlijke manier gefoefeld wordt om het, die politiekers toch maar een beetje gemakkelijk te maken. Maar het probleem is dat ik op de meeste plaatsen alleen sta. En dat op het moment dat ik waarschuw tegen ongelukken, dat er heel hard met mij gelachen wordt. En dat als ik over die zaken praat, dat ze zeggen, ja, maar jij bent toch wel heel pessimistisch. Nee, ik ben niet pessimistisch. Ik ben realistisch. Hè? Iedereen die zijn ogen opentrekt, die kan zien wat er aan het gebeuren is. Iedereen die 2 seconden nadenkt, die weet dat dit verkeerd gaat aflopen. En juist heeft er iemand gezegd van kijk, hè, als we 100.000 miljard dollar of euro's of weet ik veel, ja, dan, wat is dan die Belgische schuld van 380 miljard nog? Want die betalen we dan 100 keren af. Hè. Maar het geld van de spaarders is op dat moment wel. En dus ik heb eigenlijk volk nodig. Algemene vergadering van Dexia. Een ramp die België meer dan 40 miljard euro gaat kosten. Maar dat is wel uw toekomst, hè? Dan om zeep is, hè? En voor de oudere mensen in de zaal, dat is wel uw pensioen dat weg is, hè? Dan moet je u heel goed realiseren, hè? Je voelt het nog niet, maar het gaat onherroepelijk komen. En dan zit je daar dus met die grootste financiële ramp uit de Belgische geschiedenis, waar dat miljoenen Belgen geld aan verloren hebben, via pensioenfondsen, via beleggingsfondsen, rechtstreeks als aandeelhouder en weet ik veel. Hè. En alle Belgen als belastingbetaler, algemene vergadering Dexia, komen daar 37 aandeelhouders. Hè. 37. Dat is bijna niet te geloven. Hè. 800.000 Arco-Parvenol. 800.000. Als dat 1% van die venoten naar die algemene vergadering komt, hebben daar 8.000 man, hè? 37 mensen waren daar. En het is erom. Kom uit je luie stoel. Offer 1 of 2 dagen per jaar op om mijn handje te komen helpen, bijvoorbeeld op de algemene vergadering van de Nationale Bank.
algemene vergadering van de Nationale Bank, zit je rechtstreeks neus tegen neus met de mensen die deze crisis gemaakt hebben. Daar kun je rechtstreeks vragen stellen aan die mensen. Een van de weinige plaatsen in de wereld waar je dat dus kunt doen. Kom mij daar een handje helpen. Koop zo'n aandeel, vandaag ongeveer 2900 euro, die zijn 17.000 euro per aandeel waard. Eigenlijk veel meer, want ik hou geen rekening met goud dat er nog in zit. Geen rekening met goud dat er nog in zit, gaat de waarde richting 35.000 euro. Maar je koopt daar dus iets enorm beneden zijn waarde, en dat alleen maar zo laag staat, omdat iedereen denkt dat die deugenieten, dat die tot het einde van de geschiedenis gaan kunnen blijven doen wat ze al jaren aan het doen zijn. En ik zeg u, op het moment dat de mensen zich realiseren wat ze uitgespookt hebben, dan gaat dat veranderen. Maar ik heb volk nodig om die mensen dat duidelijk te maken. En daarom roept iedereen op om mij daar zeker volgend jaar een handje te komen hebben. Dank u. Organisatoren beloofd van niet te lang te spreken en zoveel mogelijk kans te geven aan vragen en opmerkingen, dan weet ik veel, dus ik zou zeggen, gaat uw gang. Hè. Als je het internationaal monetaire systeem bekijkt, we weten allemaal dat een dollar, dat er daar enorm veel schuld achter zit, maar het is ook zo dat het goud dat op de balans van VS staat, nog steeds aan $35 is gewaardeerd. 42. Of 42, ja. Zie je een mogelijkheid voor de States om het paradigma nog een beetje te rekken als ze dat plots gaan hervalueren, bijvoorbeeld naar 4200 of zo? Ik denk dat het probleem met het goud bij die centrale banken vandaag is dat hoogstwaarschijnlijk heel veel van dat goud er niet meer is. Dus dat is ook iets waar ik bij de Nationale Bank al jaren tegen, heel zwaar tegen protesteer, tegen het uitlenen van het goud. Hè. Die prutsers, die lenen dus een ton goud uit. En degene die dat leent, die moet daar 0,3% rente op betalen. 0,3%. Hè. Wat doen die? Die verkopen dat goud en die kopen er staatsleningen mee die 3 of 4% opbrengen. En dat is natuurlijk allemaal heel mooie kunstmatige winsten. Hè. Dus heel veel van dat goud van die centrale banken zit hoogstwaarschijnlijk niet meer of is geen eigendom niet meer van die centrale banken. En waar zit dat volgens je? Kunt je niet in dingen, hè? Misschien hebben de Chinezen er al heel veel van opgekocht. Dat kunt je dus niet bepalen waar dat dan naartoe is. Hè? Maar het spreekt voor zichzelf. De Duitse Bundesbank heeft ongeveer nog 3.400 ton goud in haar reserves zitten. Die hebben trouwens nooit een kilo verkocht, hè? Want de Duitsers die kennen dat verhaal nog altijd. En dat is ook de reden waarom dat de Duitsers altijd zo'n schrik hebben van die oplopen van die inflatie en weet ik veel. Maar ondertussen moeten ze het spel wel meespelen, want die Duitse banken die zijn even ziek als die andere banken. Hè? Alleen hebben de mensen het nog niet in de gaten. Maar, ja. Maar het feit dat die centrale banken, en op dat congres in Amsterdam had ik het geluk dat daar een van de topmensen van de Nederlandse bank was. Ik zeg, wanneer ga je nu je goud opvragen? Of ga eens kijken of dat er nog zeker ligt. Hè? Dus maar in deze tijden, de partijen die hun goud niet opvragen, die doen dat maar om één reden. En dat is omdat ze hoogstwaarschijnlijk weten dat dat goud er niet meer zit. En met de Bank voor Internationale Betalingen zitten die mannen allemaal in één clubje. En die club probeert natuurlijk dat spel allemaal bijeen te houden. Hè. En zolang, en dat is allemaal bluf. En dat is hetzelfde als met die garantie op spaargeld van 100.000 euro. Iedereen zou toch moeten begrijpen dat de Belgische staat dat nooit niet kan dragen als er een fatsoenlijke bank in België kopje ondergaat. Hè. 100.000 euro per spaarder garanderen. Dat is totaal onmogelijk. Hè. Maar het klinkt wel schoon. En zolang als iedereen gelooft dat het zo wel zal zijn, en de mensen willen dat geloven, hè? Want wij leven ongelooflijk rijk, wij leven ongelooflijk goed, wij leven heel zwaar boven onze stand,
En natuurlijk hebben de meeste mensen graag dat dat gaat blijven duren, hè. Maar dan een vervolgvraag, stel nog eentje misschien. Ja. Maar ik stel die vraag natuurlijk niet vanuit de naïviteit dat dat goud daar nog ligt. Ik denk zelf dat het er niet meer ligt. Mm-hmm. Maar aangezien dat ze in de BIS in Basel gewoon alles kunnen beslissen wat ze willen, kunnen ze toch globaal afspreken van ja, we gaan zeggen dat jullie zoveel goud hebben, maar evalueer het dan toch gewoon. Dan kan, ja, dan kan dat. Maar ik denk dat, dat is al van in het begin van deze crisis. Ik heb dat in 2007 heb ik dat op papier gezet. Hè, dus dat er geen weg naast is van aan het eind van de rit op de resetknop te drukken. En dus met een nieuw monetair beleid te starten. Waar dat dus het geld opnieuw gekoppeld wordt aan een objectief meetbaar criterium. Hè. Dus waar het feit dat politici of centrale bankiers geld drukken, dat terug op een objectieve manier kan gemeten worden aan bijvoorbeeld het goud. En dan is het inderdaad een gewone afspraak om te zeggen van kijk jongens, vanaf morgen is de goudprijs $20,000 per ounce. Ja? En dan denk ik dat we opnieuw kunnen starten.